De ontruiming van de Anthony Nesty Sporthal ANS afgelopen zaterdag is niet geschied door tussenkomst van minister Gracia Emanuel van regionale ontwikkelingen en sport. Vandaag voor de aanvang van de Raad van Ministers zeiden ministers dat er eerder contracten getekend zijn door de toenmalige leiding en een bedrijf. Het is niet duidelijk wat er toen bepaald is ten aanzien van de inrichting van de kosten en de kosten daarvoor. Zaterdag heeft een bedrijf een ontruiming gedaan. De afgelopen periode hebben we dus gezien dat de minister heel veel in de picture was. Maar in grote lijnen gaat het om een overeenkomst welke getekend is door de toenmalige voorzitter van de stichting. En een zekere Missy Jan Delano, als ik het goed heb. En een bedrijf, Domputrowi. Waarbij erin is vermeld dat NIS feitelijk het bedrijf voor inrichting van NIS zou moeten betalen elke maand 100.000. En dat hebben we dus ontdekt kort voor vertrek, na vertrek van de toenmalige directeur. Ik heb dus duidelijk aangegeven niet mee te zullen werken. Let wel, het is geen overeenkomst met het ministerie van Ros. Het is een overeenkomst getekend door de toenmalige voorzitter van de stichting en een bedrijf Domputrowi. En voor inrichting is, ik heb aangegeven, ik zal niet meewerken. Emanuel geeft verder aan dat de toenmalige ANS-directeur wereldkundig had gemaakt de kosten voor de inrichting zelf te hebben betaald. Het is gebleken dat er een contract was getekend tussen het bestuur van de ANS en het bedrijf Domputrowi NV. Het was een tijdje gaande allerlei zaken. Ik heb dus toen aangegeven van luister, laten we dus de persoonlijke zaken afgeven aan Domputrowi, zodat we dus over kunnen gaan in PPP-verband om in te richten en dat soort zaken. Dat is gebeurd afgelopen woensdag, als ik het goed heb. Tot mijn allergrootste verbazing werd ik opgeschrikt afgelopen zaterdag dat er een breaking news is, die tv-breaking news, dat NIS wordt ontruimd. En dat de muren zijn kapotgeslagen en allerlei zaken door ongeveer 10 jonge heren. En ik heb dus, nu hebben we daar een waarnemend directeur, mevrouw Seeman, heb ik dus gelijk gevraagd om aangifte te doen. Want wat afgelopen zaterdag is gebeurd, is niet door tussenkomen van deze minister. De minister geeft verder aan dat het ministerie juist bezig was om opknapwerkzaamheden voor te bereiden en nu juist geconfronteerd raakt met het geval waarbij zaken zijn meegenomen.